De relatie van Bibi Breman en Wallon heeft zwaar weer gekend. Dit heeft alles te maken met het overspel van Wallon, die zijn kleine vriend even besloot te testen bij een ander. Hij was namelijk zo bang dat zijn vriendje het niet meer deed, dat bij hem de paniek toesloeg. Wat nu? Misschien het bespreekbaar maken met je zwangere vriendin, het even afwachten totdat ze is bevallen en dan kijken. Dat klonk blijkbaar allemaal niet logisch in het hoofd van Wallon. Wat wel logisch klonk, is om hem in een ander te steken en dan te kijken of hij hem bij haar nog wel omhoog kreeg. Toen Bibi net was bevallen, kwam het nieuws terecht bij de media. Toch besloot Bibi om te blijven. De twee zijn nooit eens uit elkaar geweest. Vervelend voor Bibi, maar gelukkig voor Wallon, kon ze lichamelijk gezien letterlijk niet weg. Ze had een hele zware bevalling gehad, zat in een rolstoel leen aan de zware medicatie. Het was voor haar niet mogelijk om te zeggen dat ze er met de kinderen even tussenuit zou gaan, zonder hem. Dat de relatie van Bibi en Wallon niet is wat zij zelf van hadden verwacht, werd eigenlijk vanaf het begin al duidelijk. Ze waren slechts enkele maanden samen toen Bibi zwanger bleek te zijn van hun dochtertje Terry. Hun relatie kwam in een stroomversnelling terecht, ze gingen samen wonen en Bibi had een hele heftige zwangerschap. Vervolgens raakte ze zwanger van hun tweede kindje, ging Wallon vreemd en kreeg ze heel Nederland op haar dak omdat ze bij die goorlap besloot te blijven. Blijkbaar doet die kleine vriend van Wallon het tegenwoordig prima en mag hij deze tegenwoordig ook weer uittesten op zijn vriendinnetje Bibi. Wederom was het raak en ook deze keer was het niet gepland, Bibi was weer zwanger. De derde kwam als een cadeautje, dus daar heb ik me niet op voorbereid, vertelt Sim en Sees op Bibi. Maar is het wel zo verstandig dat Wallon nog een keer vader wordt? Blijkbaar ziet zijn oudste dochter kanten van hem, die je misschien niet aan zo'n jong kind van 5 jaar oud moet laten zien. Bibi vertelt over de opvoeding van haar kinderen en dat ze het liefste wil dat mochten ze een speciale sigaret willen roken, ze dat beter thuis kunnen doen dan ergens in de streek. In de muziekruimte die Wallon in de kelder van hun huis heeft, rookt hij er soms ook wel een als hij overprikkeld is. Ted zegt soms voor de grap tegen hem papa's Tony, vertelt Bibi in NC's op Bibi.